3-2 stond er op het scorebord zondagmiddag na de finale van de RoboCup 2013 in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. 3-2 voor het Chinese team Water, dat de wereldtitel terugpakte van regerende kampioen Tech United, de topploeg uit Eindhoven. Wat ging er nou mis? Ze zijn gewoon heel veel beter geworden tijdens het toernooi, dit team uit China. We hebben in de eerste poolfase hebben we al tegen ze gespeeld. Toen hebben we wel gewoon met ruime cijfers gewonnen, maar tijdens het toernooi werden ze steeds beter. Ja. Gisteren hebben ze ook het team wat afgelopen jaar tweede is geworden uitgeschakeld. En vandaag hebben ze gewoon in verlenging net één goal meer gescoord dan wij. Het massaal aanwezige publiek werd getrakteerd op een ware thriller. Inclusief een verlenging waarin de Chinezen uiteindelijk de winst wisten te pakken. Een verlenging die de Eindhovenaren pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd hadden weten af te dwingen. Het Chinese team had een veldoverwicht met meer doelkansen en gaf in de verdediging strakkere dekking. Het gaat alleen geen voordeel van een thuispubliek dan. Ik denk dat de robots niet gemerkt hebben dat er zoveel mensen keken. Maar wij als teamleden vinden het natuurlijk wel gewoon heel gaaf dat er zoveel mensen komen kijken. En dat het zo leeft onder het publiek. De aanval overgenomen, zo dynamisch is het. Het gaat op en neer. Is het nou een enorme teleurstelling dat je nou verliest? Of zeggen we ja, oké, dit is vol in de game, dit kan gebeuren. Ja, de uitslag daar balen we natuurlijk wel even van. Maar we hebben gewoon weer een hoop geleerd dit toernooi. Onze robots zijn ook gewoon hard vooruit gegaan. Ja. Tussen de wedstrijden door, qua wat ze allemaal kunnen. Dus we gaan ons gewoon weer voorbereiden op volgend jaar. Tech United gaat in 2014 proberen het wereldkampioenschap terug te winnen. Dan wordt de RoboCup in Brazilië gespeeld.